Goeiedag. Het regent, het waait en het is daarbij ook nog eens heel erg zacht voor de tijd van het jaar. En al die aspecten bij elkaar genomen zouden we toch wel kunnen spreken van hondenweer. En dat was vast ook de gedachte van deze weerfotograaf toen hij zijn hond vastlegde in deze plas met water. Om even te beginnen met dat zachte weer, dan pak ik even de temperatuurpluim van het Europees weermodel erbij. En dan valt op dat aan het begin van deze tiendaagse periode we vrijwel met een vlakke lijn te maken hebben in de temperatuurpluim. Nauwelijks dagelijkse gang. Dat betekent dat er vrijwel geen verschil tussen de maximum en de minimumtemperatuur zit. Dus ook het verschil tussen de dag- en nachttemperatuur zal niet zo groot zijn. Hooguit 1 of 2 graden. In deze temperatuurpluim zijn er nog wel een paar dingetjes die ik er wel kan uitlichten. Op vrijdagochtend dan passeert een koufront en zoals de naam het al doet vermoeden gaat de temperatuur dan tijdelijk even wat omlaag. En verderop in de nieuwe week dan komen we in een warme sector terecht. Dat zal ongeveer op de woensdag zijn en dan zal de temperatuur wel een lichte stijging vertonen. Maar ook wat verderop in de pluim komt er aan die nagenoeg vlakke lijn niet al te veel verandering. De maximumtemperatuur kruipt vaak richting 10 graden en van vorst in de nachten is voorlopig ook geen sprake. Die zachte lucht, die oceaanlucht, valt ook mooi terug te herkennen in de bovenluchttemperatuur. Deze animatie is van het Amerikaans weermodel. En daar zijn de weersystemen en de fronten die daarbij horen ook heel mooi te herkennen. Op donderdagochtend hebben we namelijk te maken met een sturend lage drukgebied boven de Atlantische Oceaan. Die trekt geleidelijk al richting Ierland en Schotland. En bij dat lage drukgebied hoort een warmtefront hier op de overgang tussen die twee luchtsoorten. Daarna komt de warme sector en die wordt vervolgens opgevolgd door een koufront. De echte kou die bevindt zich diep in Rusland, helemaal in het hoge noorden en oosten van Europa. En die lijkt voorlopig niet bij ons in de buurt te komen. Dat lage drukgebied dat gaat dichter bij ons in de buurt komen. Het warmtefront, de warme sector, het koufront. En dan vervolgens krijgen we op zaterdag alweer met een vergelijkbare constructie te maken. Opnieuw een lage drukgebied boven de Atlantische Oceaan. Het warmtefront, de warme sector en vervolgens het koufront. En die fronten, dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Daar komt ook wel regen bij kijken. Daar gaan we zo meteen nog even naar kijken. Als ik de animatie nog even laat aflopen, dan zien we ook echt hoe met die westelijke stroming die hele zachte oceaanlucht wordt aangevoerd. En dan wil ik ook nog eventjes de Alpen aanstippen. In het Middellandse zeegebied is het ook ronduit zacht. En die zachte lucht speelt ook de Alpenlanden parten. De sneeuwvalgrens ligt vaak boven de 2000 meter. En dat is voor de sneeuwcondities op de pistes natuurlijk ronduit dramatisch. Ik noemde net al even die fronten. Dat gaat natuurlijk gepaard met neerslag. En dan gaan we even kijken wat voor een weerbeeld we dan de komende 10 dagen kunnen verwachten. En als ik de animatie even laat lopen, dan valt al wel op dat die lage drukgebieden verschillende banden met regen om zich heen hebben. We zien hier alweer dat lage drukgebied boven de Atlantische Oceaan liggen. Die komt vervolgens weer dichterbij. Dan zien we hier ook mooi weer die constructies met die fronten voorbij komen. Het warmtefront ligt hier, het koufront die volgt daarachter. Tijdelijk komen we even in wat rustiger vaarwater terecht, maar een paar uur daarna zal het toch wel weer gaan regenen als het volgende front dan dichterbij komt. De sneeuw, de paarse kleuren, dat zit echt in het hoge noorden waar die koude lucht zit. En bij ons zal de neerslag gewoon in de vorm van regen vallen. En door het standhouden van die westcirculatie is het eigenlijk een komen en gaan van fronten en neerslaggebieden. Dit was het Amerikaans weermodel. Als ik dan nog heel even terugga naar het Europees weermodel, is er eigenlijk geen spel tussen te krijgen. Het blijft heel erg zacht en ook heel erg wisselvallig. Dit is de neerslagkans voor het midden van het land. En voor de komende 10 dagen is er eigenlijk dagelijks wel kans op wat neerslag. Afhankelijk van de intensiteit van de fronten kan het wat harder of wat minder hard regenen. Een koufront gaat vaak gepaard met buien. Een warmtefront zal wat langere perioden met regen of motregen opleveren. Maar dagelijks dus wel wat nattigheid met daarbij dus nog die bovengemiddelde temperaturen.